بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag zijn we iets later begonnen, het spijt me. Ik ben wat later, ik hoop dat jullie mij vergeven. Dat wij iets na Isha misschien doorgaan, maar ik probeer het kort te houden inshallah. Het gaat vandaag over Ummu Hani' bintu Abi Talib, radiyallahu anha. Ummu Hani, haar naam is een verschil over. Sommige overleveraars zeggen dat zij Hind heet. En sommigen zeggen dat zij Fakhita heet. Dus Hind bintu Abi Talib of Fakhita bintu Abi Talib. Maar iedereen is het over eens dat haar kunya Ummu Hani is. Ummu Hani bintu Abi Talib. Dat zou eigenlijk een belletje moeten doen rinkelen voor de meesten. Bintu Abi Talib. Dat betekent zij is wat? Juist, dochter van Abu Talib. Wat is zij dan van de profeet? Bijna? Nee, ook niet. Nicht. Want Abu Talib is zijn oom. Dus Ummu Hani is de dochter van zijn oom. Is de nicht van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En zij heeft dan een bekende broer. Of broertje. Ali. Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anhu. Inderdaad. Dus Ali is haar broertje. En Ummu Hani, subhanallah, waarom hebben we haar gekozen vandaag voor dit verhaal? Omdat zij een aantal hadith heeft overgeleverd. Die een hele hoge waarde hebben. Vind ik heel erg belangrijk. In haar leven is niet heel veel gebeurd, niet heel veel bekend. Zij is eigenlijk de hele tijd, de hele da'wa van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, is zij geen moslim. Tot de dag van de opening van Mekka, Fathu Mekka. Als jullie het nog kunnen herinneren, gisteren hadden we het er ook over. Met welke sahabi? Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu. Het ging toen over de opening van Mekka. En in diezelfde dag, subhanallah, werd Ummu Hani moslim. Dat betekent 13 jaar in Mekka. Vervolgens 8 jaar in Medina. Het leven van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En daarna kwam hij terug naar Mekka. En Mekka werd geopend met de islam. Dat betekent dus de fetch, de opening. Dat betekent Mekka accepteerde de islam. Mekka trad de islam binnen. Iedereen in Mekka, de meeste mensen in Mekka werden moslim. Waaronder Ummu Hani. En zij was toen al een oude vrouw. Een bejaarde vrouw eigenlijk. 50, bijna 60 jaar. En haar man, in tegenstelling tot haar, werd geen moslim. En hij vluchtte uit Mekka. Hij vluchtte uit Mekka en hij overleed heel ver van zijn vrouw. Dus eigenlijk, door het vluchten van hem, werd het huwelijk ontbonden. Want hij kwam nooit meer terug. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zoals we al hadden gezegd gisteren, heeft 10 mensen niet vergeven. Of tenminste, toen hij Mekka binnenkwam, waren er 10 mensen die hij niet zou, of had hij de opdracht gegeven om ze af te maken als je ze zou vinden. De rest van heel Mekka is vergeven. Een van deze 10 was een familielid van de man van Ummu Hani. Dus is haar schoonfamilie eigenlijk. En deze persoon werd bang voor zijn eigen veiligheid, voor zijn eigen leven. En hij ging in Mekka op zoek. Wie kan hem beschermen? Hij kwam terecht bij Ummu Hani. En hij vroeg haar om bescherming. En inderdaad, zij zei tegen hem, ik bescherm jou. Je staat onder mijn bescherming. Onder de bescherming van Ummu Hani. Als sahabiyya, radiyallahu anha. Nadat zij moslim werd. En hij is geen moslim. Deze schoonfamilie van haar is geen moslim. Zij wel. En zij neemt hem onder haar bescherming. En ondertussen kwam Ali ibn Abi Talib op zoek naar deze mensen. Om de opdracht van de profeet. Hij was op zoek naar de mensen. Als hij een van deze 10 zou vinden, zou hij hem afmaken. Dat was de opdracht van de profeet. En toevallig kwam hij zijn zus tegen, Ummu Hani. En zij zei, wat zoek je? Hij zei, ik zoek die en die man. Zij zei, die mensen zijn onder mijn bescherming. Hij zegt, wallah, ik maak ze af als ik ze zie. Zij zegt, wallah, je gaat hem niet afmaken. Hij is onder mijn bescherming. Wat denk je wel? En Ali dacht van, kan toch niet? En zij dacht ook, kan toch niet? Hij is onder mijn bescherming. Dus zij ging naar de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En deze hadith vertelt Ummu Hani. Ze zegt, ik kom binnen bij het huis van de profeet in Mekka. Ik kom binnen en ik zie Fatima, bint Muhammad, radiyallahu anha. Ze dekt haar vader met een doek, terwijl hij ghusl aan het doen is. Zij is haar vader aan het bedekken, zeg maar, met een grote handdoek. En hij doet daarachter ghusl, met een kommetje water, en wast hij zichzelf. En zij, Ummu Hani, kwam binnen. En zij zag dit, ze bleef even wachten tot de profeet klaar was.
En daarna zei de profeet tegen zijn dochter, wie is er binnengekomen? Ze zegt, Ummu Hani. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt, marhaban bi Ummi Hani. Welkom, Ummu Hani. Zijn nicht, subhanallah. En ze zegt, ja Rasulullah, ik heb een vraag. Mijn broertje, Ali, die komt om iemand te vermoorden volgens uw opdracht. Maar ik heb die persoon onder mijn bescherming gedaan. Ajartuhu, ja Rasulullah. En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei, قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. Wij beschermen wie jij beschermt, ja Umme Hani. Kunnen jullie dit voorstellen, subhanallah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, deze persoon krijgt de doodstraf. Dat is het eigenlijk. Hij hoort de doodstraf te krijgen. Maar door een vrouw is de doodstraf voor hem opgeheven. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft haar bescherming gerespecteerd en gewaardeerd. En haar bescherming heeft hij de plaats gegeven, de waarde gegeven. En inderdaad, de profeet zei, قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. Wie jij hebt beschermd, beschermen wij ook. Dus die persoon is vrij. Die persoon is vrijgesproken, subhanallah. Een niet-moslim is vrijgesproken door de hulp van een moslim. Omdat het een familieband heeft. Dat is haar schoonfamilie. Of tenminste, oude schoonfamilie, in ieder geval. En de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, heeft hier respect voor. Het maakt niet uit. Man of vrouw, hoge status, lage status. Als er iemand is die een woord uitspreekt, dan hoort een moslim zich aan dat woord te houden. En alle moslims om zich heen, om hem heen, horen ook, of om haar heen, horen ook aan dat woord te houden. Moslims houden zich aan hun woord. Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil'uqood. Hou je aan je afspraken. Hou je aan je beloftes. Hou je aan je woorden. En het hoort ook dat wij, als medemoslims, ons houden aan het woord van onze medebroeder en zuster. Beste broeders en zusters. Iets heel belangrijks, wat ik heel prachtig vind. En vooral wil ik dat de zusters hiernaar luisteren. Er zijn sahaba en sahabiyat die hadith hebben overgeleverd. En daarna ook tabi'in. Heel veel mensen hebben de hadith overgeleverd. Waaronder, zoals Ummu Hani, zij vertelt zelf een verhaal die zij heeft meegemaakt met de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En we weten dat er gradaties zijn in de hadith. Je hebt sterke hadith, hadith sahih, dus betrouwbaar. Een minder sterke hadith, zwakke hadith, enzovoort. Al die dingen hebben wij. Waar ligt dat aan? Dat ligt aan de overleveraars. Degene die het hebben verteld. Zijn ze betrouwbaar? Zijn ze bekend? Hebben ze ooit gelogen? Zijn ze vergeetachtig? Al die dingen worden meegenomen in de sterkte van een hadith. Als je een hadith sahih hebt, dan moet je weten dat alle mensen in die ketting zijn allemaal betrouwbaar. Allemaal zijn betrouwbaar in die ketting. Als je persoon A heeft gehoord van persoon B, heeft gehoord van persoon C, heeft gehoord van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Als die hadith sahih is, zijn ze allemaal betrouwbaar. Als die hadith daif is, dan kan het zijn dat er in die ketting iemand zit die ooit heeft gelogen. Ook als het één leugen in zijn leven, dan gaat de waarde van die hadith omlaag. Zo erg strikt zijn de moslims geweest. En dit heeft een bepaalde wetenschap. Deze wetenschap heet ilm al-jarh wa ta'dil. Dat is die wetenschap binnen de islam. Die kun je leren. En wat je dan leert, is je leert de personen kennen. Je leert niet de hadith kennen, je leert de personen kennen. Een wetenschapper in ilm al-jarh wa ta'dil heeft zoveel kennis van mensen. Zoveel kennis van mensen. Hij weet wie zijn ouders zijn, wie zijn kinderen zijn, wie zijn broers zijn. Wanneer die heeft geleefd, waar die heeft geleefd, waar die is geboren, waar die is overleden. Wat die heeft overgeleverd, wanneer die heeft overgeleverd, met wie die in contact is gekomen. Alles is bekend over die mensen. Zowel de sterke, de mensen die betrouwbaar zijn, als niet betrouwbaar. Wat ik dus wil zeggen is, in ilm al-jarh wa ta'dil zijn alle vrouwen die een hadith hebben overgeleverd, allemaal betrouwbaar. Er is geen ene vrouw die een onbetrouwbaar hadith heeft overgeleverd, subhanallah. Terwijl van de mannen zijn er talloze mannen die hadith daif hebben overgeleverd. Genoeg! Maar als jij een vrouw ziet in de ketting, dan weet je gelijk, het is een goede hadith, subhanallah. Er is geen enkele vrouw geweest, sahabiyat of tabi'iyat, die een zwakke hadith heeft overgeleverd, subhanallah. Zij waren allemaal betrouwbaar en allemaal hadden ze goede geheugen, subhanallah. Terwijl van de mannen heb je zowel, niet sahaba natuurlijk, maar daarna tabi'in, heb je zowel betrouwbare als niet betrouwbare overleveraars. Dus kijk naar de islam, hoe de waarde van de vrouw in de islam zit. Zelfs in kennis, in wetenschap, zit de vrouw in een hoger niveau dan de man, subhanallah. En daar moeten wij onze sahabiyat en onze tabi'iyat erg dankbaar voor zijn. Mocht Allah hun belonen voor deze geweldige overlevering. Anders zouden wij dit allemaal niet hebben. En Ummu Hani heeft dus nog één belangrijke hadith. Een hele mooie hadith. Natuurlijk een hele betrouwbare hadith. Omdat hij via Ummu Hani radiallahu anha is gekomen.
En deze hadith leert ons de waarde van al-dhikr. Want Ummu Hani, radiyallahu anha, ze kwam een keer bij de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En ze was een oude vrouw, zoals we hebben gezegd. Zij vroeg hem, ja Rasulallah, ik heb een vraag. Ik ben een oude vrouw, ik kan niet veel bidden, ik kan niet veel staan. Ik kan niet extra gebeden doen, ik ben zwak. Ik kan niet veel siyam doen, mijn lichaam begint al moe te worden. Ik kan niet heel veel doen. Wilt u mij iets adviseren wat ik zittend kan doen? Ik wil iets leren wat ik zittend kan doen, dat mij ook ajr geeft. Wat kan ik doen, ja Rasulallah? Toen zei de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ik raad je aan, ik adviseer je, zeg 100 keer subhanallah. Gewoon zittend, zeg 100 keer op een dag subhanallah. Dat is gelijk aan het vrijkopen van 100 slaven. 1. Toen zei hij, zeg 100 keer alhamdulillah. Dat is gelijk aan 100 paarden die jij klaarmaakt voor jihad fi sabilillah. En toen zei hij tegen haar, zeg 100 keer Allahu Akbar. Dat is gelijk aan 100 offers die jij aan al-Ka'ba, bij al-Ka'ba offert, zeg maar. Alsof je, net als Eid al-Adha, de offer die je doet in Mekka bij al-Ka'ba. Alsof je 100 offers bij al-Ka'ba doet als je 100 keer Allahu Akbar zegt. Dit is de waarde van het tasbih, van dhikrullah. Allah zegt in de Koran, wala dhikrullahi akbar. De dhikr van Allah subhanahu wa ta'ala is groter. Denk hierover na, mensen. Hoeveel tijd denk je dat het kost? 100 keer subhanallah. 5 minuten? 3 minuten? 2 minuten? Niet eens misschien. Hoeveel tijd kost het om 100 keer alhamdulillah te zeggen? Moet je daar echt voor zitten? Of kun je dat ook lopend doen, onderweg doen? Weet je hoeveel ajr dat heeft? En om dat in perspectief te plaatsen, zodat wij kunnen weten, hoeveel ajr is dat nou precies? Is een andere hadith, niet van Ummu Hani, maar die hiermee te maken heeft. Talha, deze sahabi, heeft overgeleverd dat er 3 mensen uit een andere stam moslim zijn geworden. En zijn naar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gekomen, moslim geworden. En de profeet zei, wie wilt deze mensen als gast, zeg maar, wie wilt ze als gast bij hem? Wie kan voor ze zorgen? En Talha zei, ik, ja Rasulullah, ze mogen bij mij komen. 3 mensen komen bij Talha thuis. En ze overnachten een aantal nachten. En op een van de dagen roept Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naar al-jihad. Deze 3 sahaba gingen mee. De eerste is shahid geworden tijdens dit slagveld. In een ander slagveld werd de tweede shahid. 2 zijn nu al dood, terwijl ze net moslim zijn. Een aantal dagen, aantal weken pas. En de derde persoon, die heeft de kans niet gekregen. Hij overleed op zijn bed. Gewoon een normale dood. Zoals we zeggen. En natuurlijk, mashallah, shahid, geweldig. Inderdaad, natuurlijk, shahid heeft heel veel voordelen. Maar, nadat deze 3 waren overleden, zag Talha een droom. Tijdens zijn slaap zag hij een droom. In die droom zag hij de 3 mensen die hij bij zich thuis had, in een rij staan. En hij zag, degene die als eerst doodging als shahid, stond achterin. Degene die als tweede doodging als shahid, stond in het midden. En degene die als laatste overleed in zijn bed, normale dood, stond voorin. Toen Talha wakker werd, dacht hij van, wat is dit? Deze droom is een beetje raar. Ik snap hem niet. Dus hij ging naar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En hij zegt, ja Rasulallah, ik heb net pas geleden 3 mensen bij me gehad. Dit en dit is gebeurd. En ik heb daarna deze droom gezien. Wat betekent dit? Toen zei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jij weet niet wat het tasbih en het dhikr met die laatste heeft gedaan. De aantal dagen, uren of minuten die hij na hun heeft geleefd, heeft hem yawm al-qiyamah in waarde verheven. Hoezo? Door het dhikr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt, de eerste ging dood, heeft de shahada. De tweede ging dood, heeft de shahada. Met alle voordelen van de shahada natuurlijk. Maar die dagen die andere daarna heeft geleefd, hij heeft daar in die tijd dhikr gedaan en tasbih gedaan. En daarom zit die persoon hoger in gradatie in al-jannah dan die eerste 2. Door het dhikr. Allah zegt, wala dhikrullahi akbar. Allahu akbar, wat betekent dat? Allah is de grootste. Wala dhikrullahi akbar. Dhikrullah is het grootste. Dhikrullah is zo makkelijk, zo weinig, zo klein. Maar het brengt jou heel erg hoog, yawm al-qiyamah. Ongelooflijk. En dat laat deze hadith duidelijk zien. En laat ook de hadith van Ummu Hani zien. Radiyallahu anhum ajma'in. Dus beste mensen, vooral in deze tijd en na de Ramadan, wen jezelf, zoals je bijvoorbeeld wendt aan, ik weet niet, extra gebeden, wendt aan extra siyam, wen jezelf eraan aan een beetje dhikr, dagelijks. Onderweg,
op school, thuis, werk, zittend, slapend, liggend, maakt niet uit wat. Laat je tong wennen aan die dhikr. Want die dhikr, wallahi, die zal je yawm al-qiyamah verheffen. In hoge, hoge gradaties. Mogen Allah ons heel hoog plaatsen, inshallah, in al-jannah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwa al-ghafoorur rahim. Walhamdulillahi rabbil alameen.